zin om wat is. Thank you.
winter hoor. Ja, dat weet ik niet, want zoveel hebben we nog niet gereden. Nee, maar dan tussen Dokkum en Hol wordt leeg gereden. Oh. En terwijl we dan ook... Natuurkunde, daar doet hij niks voor. Duits, dat was wat. Ja, dat was wel spannend. We geven even het woord aan de burgemeester van Ameland. Zo. Albert de Hoog. Nou, we hebben een geweldige dag. Op een geweldig eiland. Ik kan niet anders zeggen natuurlijk. Met een prachtige keur aan oude auto's. En ik zag onderweg, dat viel mijn vrouw op mij op, dat zelfs de paden ervoor blijven stilstaan. En die kijken met een jaloerse blik naar die verdringers die hun eigenlijk van de weg verdrongen hebben. Want hier gingen de eerste pk's voorbij die de paden vervangen hebben. Ik mag u als burgemeester ook vragen, in het kader van de openbare orde en de veiligheid, denkt u een klein beetje om de andere gasten die we hier nog hebben? Want er zijn namelijk ook nog een heleboel andere gasten. We hebben tegelijkertijd ook nog, moet ik u toch voor waarschuwen, een heel groot internationaal gezelschap die aan beach rugby doet. Nogmaals, een heel fijn weekend toegewenst. En volgens mij kan dit niet meer stuk. Veel succes! Dankjewel. Greta was het wonderpaard hier in Holland. Greta was 2,5 jaar oud dat ze die zware boot naar zee trok. En Greta is 21 jaar oud geworden. Is op een natuurlijke dood gestorven. Dan zou je zeggen, hoe deden die boeren dat vroeger, zo'n jong paard? Zal ik u uitleggen, kunt u hier mooi zien. Dan zetten ze een oud paard aan de buitenkant, een jong paard aan de binnenkant. Nu zal ik even vertellen hoeveel mensen er ongeveer aan meedoen. De boot is 5 ton, die trailer eronder is 10. Is samen 15 ton wordt getrokken door 10 paarden. En er staan er nog 2 paarden voor de wagen met reservemateriaal. Of de paarden in die boot behouden kan blijven, hangt af van de beschikbaarheid van voerlieden en paarden. Van bemanning voor de boot en van mensen die het materieel onderhouden. Hey. Zullen we de kat maar neer doen? Nee. Doe en dan gaat hij naar de vier. Oké. Het gaat niet altijd gelijk in, maar dan moet je gewoon rusten.
Thank you.
de video crew. Yes. Want ze hebben de route allemaal niet aan. Derde, voor ben je dat half uur even? Ja, dan kijk, wij op plakken staan. Als je bent half uur te vroeg, dan heb je die zin in de belastingstukken. Dus, Oké. Dat kan komen hoor. Geen materiaal, maar het geld leidt vast in mijn bank. Ja, ik heb een bron.